Ja, ik denk dat we het vandaag vooral in de eerste helft dat we het Vitesse heel moeilijk hebben gemaakt. Vito, ik weet niet of je het door had bij je goal, maar het is de eerste goal van Sparta in de Gelredome sinds 2008. Serieus? Serieus? Ja, zover heb ik nog niet teruggekeken en ik wist ook niet dat zo lang niet juist gescoord, maar... Ja. Er is nog veel langer niet gewonnen hier. Dat duidt misschien ook wel dat dit van tevoren al een heel moeilijke wedstrijd is tegen Vitesse. Hebben jullie er ook zo naar gekeken? Nee, eerlijk gezegd wist ik het ook niet tot er zo lang niet is gescoord en ook niet tot er zo lang niet is gewonnen. Maar ja, ik denk dat we het vandaag vooral in de eerste helft dat we het Vitesse heel moeilijk hebben gemaakt. En ja, ik denk als we in de eerste helft net wat zuiniger zijn en rustiger zijn in de omschakeling, dat we dan zomaar 2-3 goals kunnen maken eigenlijk. En ja, dat laten we na. En ja, dat is een beetje denk ik het verschil van vandaag tussen Vitesse en ons. Ja, maar dat viel me eigenlijk op. Vitesse staat erom bekend dat ze vrij hoog druk zetten. Jullie voetballen daar eigenlijk vrij makkelijk onderuit. En met snelle mensen zoals jij en Mario Engels was dat eigenlijk volgens mij een ideaal recept. Ja, dat is wat ik zeg. Ik denk dat we kunnen sowieso altijd wat dat hebben we tegen Ajax ook laten zien. En ja, daar zijn we ook wel goed in dan het compact verdedigen en heel weinig kansen weggeven. En ja, zoals je zegt met Mario en met mij voorin. En ja, de creatieve mensen op het middenveld die een assist kunnen geven. Ja, dan kunnen we gewoon heel gevaarlijk worden. En ja, dat zie je in de eerste helft vooral. Dan, ja, als je net iets beter uitspeelt of ja, we gaan net iets beter om met de kansen. Dan kan je zo maar 2-3 keer scoren in de eerste helft. En dan heb ik het alle vertrouwen in dat we dat nooit meer gaan weggeven. Maar helaas is dat niet gebeurd. Ja, wat mij eigenlijk ook opviel is op het moment dat jullie die 1-0 maken via die penalty. Dat jullie eigenlijk, het leek wel alsof jullie meer vertrouwen kregen en nog makkelijker gingen voetballen. Ja, ik denk dat het altijd bij het voetbal heel veel gaat om vertrouwen. En ja, als je een goal maakt, dan ben je misschien net iets meer ontspannen of net iets meer vertrouwen, rustiger aan de bal. Waardoor je wat lekkerder erin zit en meer risico durf te nemen wat uiteindelijk wel goed uitpakte. Dus ik denk dat we daar zeker nog meer vertrouwen naar aankomende zaterdag uit kunnen halen. Ja, ten opzichte van afgelopen weekend hadden jullie 7 wijzigingen in de ploeg. Jij kwam er onder andere in. Voelde dit ook als een soort wedstrijd van ik moet me even laten zien? Ja, de wedstrijden daarvoor tegen AZ en Ajax hebben we natuurlijk ook gespeeld. Afgelopen wedstrijd niet. Maar ja, ik denk dat het gewoon elke wedstrijd... Die we spelen en die ik speel, dat belangrijk is om te laten zien wat je kan. En vooral in de situatie waar we in zitten, dan iedereen moet hard blijven werken en stinkend best blijven doen om natuurlijk zoveel mogelijk resultaten te gaan halen de aankomende tijd. Ja, dan verlies je hem uiteindelijk op 2 zondagstreffers eigenlijk. Een prachtige zwabberbal en een bal achter het hakje. Hoe zuur is dat je eigenlijk niet zoveel weggeeft op die kansen na? Ja, zoals ik al zei, in de eerste helft hebben we weinig kansen weggegeven. Ik dacht dat die bal overging van hen, maar hij ging heel raar erin. En ja, die tweede goal ook, ja, dat is natuurlijk heel zuur. En ja, dat moeten we natuurlijk zaterdag beter doen. En moeten we maar meer goals maken. Ja, is het niet heel gek dat jij nou eigenlijk 2 keer achter elkaar tegen dezelfde tegenstander speelt? Want dat lijkt me toch apart dat je dat nu dan doet en straks in het weekend weer. Dat je toch zoiets hebt van nu heb je misschien in je kaarten laten kijken. Ja, maar daar hebben we ook last van. Dus ja, dat blijft een beetje hetzelfde. Dat is een beetje van beide kanten zo. Dus ja, dat gaan we zaterdag doen. En ja, een slechter resultaat kan niet. Nou, ik heb wel het gevoel, ondanks de nederlaag, dat er een soort stijgende lijn in zit. Die 0-0 tegen Heerenveen was al wat beter dan wat we daarvoor hebben gezien. En eigenlijk nu kom je voetballend mee, maar van Vitesse misschien geen schande om te verliezen. Nee, ja, ik denk dat we vandaag gewoon redelijk goed hebben gevoetbald. En ook tegen Heerenveen bij Vlaken goed voetbal laten zien. En ja, dat is wel iets waar we al eigenlijk het hele seizoen mee bezig zijn. En dat is wel mooi tot nu de laatste paar wedstrijden tot dat steeds beter gaat. En ja, nu nog 3 punten zo lekker zijn aankomende zaterdag. Nou, een ander statistiekje is als Vitesse naar Sparta komt de laatste 2 keer verloor Vitesse. Ja? Nou weten we wat er zaterdag gaat gebeuren. Top, dankjewel.